Gefeliciteerd, Maurice. Wat is er het afgelopen half uur allemaal door je hoofd gegaan? Ja, heel veel natuurlijk. Het meest onwerkelijke scenario dat je wint en dat je 4-7 hebt. En uit een leek het kans zich uitzichtloze situatie erbovenop gekomen met z'n allen. Dus vooral heel trots. Ja, want je was altijd optimistisch, maar dat je als 14e zou eindigen, dat had jij niet serieus bedacht. Nee, zeker niet. Toen wij van tevoren, toen ik naar alles keek en het schema keek, toen dacht ik nou misschien met 2 overwinningen. Dan moet je al een heel eind zijn. Maar zelfs met de 2 overwinningen en een punt waren we nog niet eens veilig geweest vandaag gezien de andere uitslagen. Dus is niet normaal dit. Ja. Hoe kan dit? Ja, er is een ongelofelijke spirit in de groep. En dat heb ik ook al eerder gezegd. Je moet dan ook soms wel een beetje geluk hebben. Dat dwing je misschien wel af. Maar ook vandaag, de eerste bal die op de lat komt bij hun. De tweede aanval van ons vliegt er gelijk in. Dus ja, dan valt het ook gewoon allemaal de goede kant op. Maar ja, ik moet wel zeggen dat de jongens het ook vandaag weer... We hebben het moeilijk gehad. Zeker het eerste half uur hadden we het moeilijk. Daarna hebben we bij Vlagen de wedstrijd naar ons toegetrokken. De vechtwedstrijd geworden. En ze hebben het zo fantastisch gedaan, die gasten. Defensief stond het als een huis. Dat stond denk ik al toen jij kwam. Dat heeft Henk Vreese denk ik al ingebracht. Wat heb jij eraan toegevoegd dat het deze kant opvalt? Nee, tuurlijk. Qua organisatie stond het altijd goed. En wat dat betreft heb ik... Kijk, ik heb toen 3 jaar met Henk samengewerkt bij ADO. Dus ik weet hoe hij denkt, hij weet hoe ik denk. Alleen, er waren wel punten nodig, overwinningen nodig... om vanuit die onderste regionen te komen. Dus ik ben van huis uit een 4-3-3 trainer. En ik heb ook spelers opgesteld waarvan ik het idee had... van die kunnen een goal maken, die kunnen assist maken. En die heb ik in de ploeg gebracht. Puur alleen omdat ik het idee had... met 4 keer een gelijk speel ga je het niet redden. En dat is wel gebleken. Ja. Is het een soort van Houdini-act? Nou ja, ik denk dat je het misschien wel zo mag noemen. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, als je 4 gespeeld en 10 punten hebt. Dan, en ook een lastig programma. Hè, want dat moeten we ook niet vergeten. Met Heracles uit, Groningen uit, AZ thuis. Dus waanzinnig. Ja, als je deze lijn doortrekt volgend seizoen. Doe je mee om Champions League voetbal, denk ik. Nou, dit gemiddelde, dat is denk ik wel kampioenschap waardig, ja. Maar goed, dit is natuurlijk uniek wat we gepresteerd hebben. En supergroot compliment aan de staf, aan de spelers. Ik wil ook op tv nog even Henk de Kater noemen, waar ik sinds... al heel lang contact mee heb als trainer. En waar ik mee ging sparren, moet ik het wel of niet doen. En hij vond dat ik het moest doen en dat hij het idee had dat ik het zou kunnen. Heeft hij dan afgelopen week ook nog links en rechts wat tips gegeven? Ja, we hebben bijna dagelijks contact gehad. En zeker rondom de wedstrijden. Ook vanmorgen nog even gebeld, even gespart. En deze is ook voor Henk, want Henk is ook een Spartaan. Dus, Wat voor geheime tip heeft hij je dan vanochtend nog gegeven? Nou, maar niet echt een geheime tip. Maar je bent gewoon met name... je praat over van alles. En ook over de uitstraling die we naar buiten toe moeten brengen. Dat we dit niet meer weg mogen geven. En wat dat betreft denken we in heel veel opzichten hetzelfde over voetbal. En dat is wel heel mooi. Hou je er volgende seizoen er ook bij? Nou, ik weet dat ik hem altijd kan bellen, maar dat zit altijd goed. Ja. Ik zag jullie van de bank vliegen na afloop. Je hebt een ronde gerend over het veld in een tijd waar de snelste sprinter ter wereld trots op zou zijn. Maar op het kasteel werd ook feest gevierd. Daar ging het helemaal los ook. Kijk maar even mee. Oh. Dan valt hij hier net uit. daar is het weer. Ja, natuurlijk. Als je ziet hoe Sparta leeft binnen het Rotterdamse. Volgens mij waren er maar 2500 kaarten en mochten er niet meer. En die waren volgens mij binnen een paar uur uitverkocht. En de supporters mochten hier niet bij zijn. Daar hebben we ook helemaal niks over gezegd in de groep. Want daar heb je toch geen invloed op. En als je dan ziet uiteindelijk wat het hier teweeg brengt. Maar ook in Rotterdam. En ik denk dat ons dadelijk ook nog een hele mooie ontvang staat te wachten. Dus als sportman doe je het voor dit soort momenten. Ja. Aron Meijer zegt we moeten morgen weer trainen. Ik heb alleen maar gezegd dat we morgen bij elkaar komen. En we hoeven niet per se te trainen. Maar we komen in ieder geval bij elkaar om lekker ervan te genieten. Gaat ook niet meer getraind worden? Nee, we gaan nog wel even door, want anders zijn die jongens wel heel lang vrij. Maar dat is dan natuurlijk een soort van bezigheidstherapie zijn. Maar in ieder geval dat we nog wel een beetje in de benen komen. Ga eens maar genieten. Zeker, gaan we zeker doen.